Een belletje of berichtje sturen naar je mantelzorger kan nu wel heel makkelijk met de Sociaal Alert App. Een app uit Eindhoven speciaal ontwikkeld voor ouderen. Eén druk op de knop en het bericht is verstuurd. Het maakt het contact tussen senioren en hun mantelzorger een stuk eenvoudiger. Het is een hele eenvoudige manier waarbij de senior zelf eigenlijk niet hoeft na te denken en toch elke dag in contact staat met de naasten. Ja, ik vind het een heel veilig gevoel geven. Ten opzichte van mij, maar ook ten opzichte van mijn drie dochters. Met de app kun je laten weten dat het goed met je gaat. Maar bij problemen kun je met die app ook bellen naar je mantelzorgers. En dan is er meteen contact. Wel zo handig. Ja, je hoort zo vaak dat oudere mensen dagenlang dood in huis liggen. En daar zal mij dus niet overkomen. Oftewel, de app moet ouderen een veilig gevoel geven. Maar dan moet je hem wel goed gebruiken. Ik ben het één keer vergeten. Nou, en toen kreeg ik na een uurtje van mijn kleindochter bericht, gewoon een berichtje van... Bent u wakker? Nou, dat was ik. Ik was het vergeten. Dat kan gebeuren. De app is speciaal ontwikkeld voor de tablets. Omdat ouderen die vaker gebruiken dan een smartphone... De tablet wordt op dit moment heel veel aangeschaft en geadopteerd door de senioren doelgroep. En uh, ze ervaren dit als een heel fijn en prettig product. En ze gebruiken hem ook elke dag. Oh, maar dat is voor de moderne tijd, hè? De Mantelzorg-app is voorlopig alleen nog in gebruik bij zorginstelling Paladijn. Maar uiteindelijk moet die app landelijk gebruikt gaan worden.